ja, je gaat natuurlijk niet zeggen, ja, de titel is Brand Brand. Nee, hè, daar zit een dringendheid in. Je ziet ook aan de cover, die is heel spectaculair meteen. Hallo stripvrienden, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw stripvlog. De buurtpolitie. Echte verhalen van de buurtpolitie. Het is in België is het een hele populaire serie en daarbij ook een hele populaire stripreeks. Ja, ik moet even kijken, want aan de achterkant kun je even niet zien welk album welke is. Maar dit is het album wat ik als eerste las. Dat was het vijfde album uit deze reeks. En die vond ik heel erg goed. En ook die cover die pakte mij gewoon heel erg. Ja, en toen zag ik de cover van het nieuwe album, het zesde deel in deze reeks alweer. Dat vorige verhaal, daar zaten wat absurde elementen in, zo'n Dr. Quacksalvery. Uiteindelijk bleek het toch nog wel een heel leuk en spannend verhaal te zijn. Maar deze, die begint nog spannender en nog spectaculairder. En meteen vanaf de allereerste bladzijde al. Een brand die ontstaat in een huis omdat de houtkachel ontploft. Ja, dat is een beetje vreemd. Als je bekend bent met een houtkachel, dan zou je denken van die kan niet zomaar ontploffen. Daar zit iets achter. Het lastige is eventjes dat later nog een keer gebeurt. En je krijgt aanvankelijk het idee dat de buurman erachter zit. Vooral omdat de twee mensen die naast elkaar wonen, bij beide gebeurt het. Bij beide ontploft die kachel. Dus je gaat denken van daar zit die twee die pakken elkaar terug. De een heeft het gedaan, dus de ander doet het ook nog een keer. Want het blijkt ook nog eens een keer dat die twee buurmannen al jarenlang een vete met elkaar hebben. Maar als het vaker gaat gebeuren, ja, dan wordt er toch eventjes anders tegen aangekeken. En men komt erachter dat vanaf de tweede brand de oorzaak anders is. Ja, ik ga even deze pagina verborgen houden, want daar zit een belangrijk stukje informatie over het verhaal in, wat ik je natuurlijk niet als spoiler weg wil geven. Maar goed, Francis' team komt erbij, er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken. Daarnaast hebben we ook nog een beetje een hele enthousiaste brandweerman die vooral heel erg stoer wil doen en op wil vallen en regelmatig even op zijn kop krijgt. En de politiemannen uit het verhaal van de buurtpolitie, die krijgen daar dus mee te maken. En in hun onderzoek gaan zij dus uitzoeken, hoe komt dat nou precies? Want ze vinden op meerdere plekken waar die branden zijn, vinden ze dat... Spoilers. Ja, en de vraag is even, wie zit hier nu achter? Nou, dat brengt een heel spannend verhaal met zich mee, wat uiteindelijk ook een van de agenten in levensgevaar brengt. Alweer, hè? In dit album ook al, en in dit album ook. Maar hier was het dan door water, hier is het door vuur. Ja, dat element erin zorgt dat deze reeks gewoon heel spannend is. En deze staat toch wat dichter bij de realiteit. Wat herkenbaarder is. Wat dat betreft vind ik dit echt wel een topalbum. Ik denk alleen wel dat niks wat inspiratie heeft gehaald uit de film Backdraft. Zeker als je erachter komt wie nu verantwoordelijk is voor die latere branden. Want die eerste brand, dat heeft zijn eigen verhaal. Dat vond ik ook wel heel interessant. Een heel ongelukkig toeval, maar heel erg interessant gedaan. Maar ja, de rest van de branden, die heeft toch echt een hele andere oorzaak. En als je de film Backdraft kent, ja, dan heb je misschien wel een idee. Ik vond het in ieder geval een hele toffe strip. Ik ben er heel erg blij mee. Het is een hele leuke reeks. Ik hoop dat die ook in Nederland goed gelezen gaat worden. En dat het ook hier een succes is. Want dit is zeker wel een reeks die net even boven de middenmoot uitsteekt en even laat zien van jongens, ik heb echte verhalen te vertellen. Echte verhalen van de buurtpolitie. Hij ligt bij de stripwinkel, dus ben je nieuwsgierig geworden, ga hem halen, ga hem lezen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en deel deze video met je vrienden als je denkt dat zij ook wel geïnteresseerd zijn in strips. En ik hoop natuurlijk ook dat jullie weer naar een volgende vlog kijken. Tot dan!